hoogbegaafdheid herkennen onder studenten in het mbo. Volgens docent Alize Lagerwerf erg belangrijk. Ze wint hier nu een award mee. Mijn directeur Peter van Mulkom die heeft mij voorgedragen en die heeft verslag geschreven van de dingen die ik hier doe. En de Mensa vond dat voldoende om mij in ieder geval de uitblinker te laten zijn. En verder in het nieuws vandaag. Feestelijke bijeenkomst voor nieuwe bewoners van Lens Buiten-Oost. En sport-BSO's zien aanmeldingen aanzienlijk groeien. Alize Lagerwerf, docent aan ROC Nijmegen, zet zich al jaren in voor hoogbegaafde studenten die nog niet als zodanig zijn herkend. Hoewel hoogbegaafdheid vaak niet direct met het mbo wordt geassocieerd, komt het daar zeker voor. Voor haar toewijding ontving ze de Mensa Fonds Uitblinken Award. Voor Alize is het ook belangrijk dat deze studenten echt worden gezien. En ook weten wat een zogenoemde ontwikkelpotentieel is. Nou, als je je eigen ontwikkelpotentieel niet kent, dan ga je twijfelen aan jezelf, het zelfvertrouwen wordt lager. En in plaats van dat je doorhebt, dit kan ik allemaal, ga je de nadruk leggen op dit kan ik allemaal niet. En dan stroom je eigenlijk steeds lager af. Dus dan kom je uiteindelijk, iemand met ooit VWO-advies komt dan bij niveau 1 uit. En komt zelfs thuis te zitten, nou, dan ga je nog meer twijfelen aan jezelf. En dan zit er toch ook wel kans op een depressie. En ja, thuis zitten, dat wil niemand. Volgens Alize is het vermoeden dat van alle thuiszitters in Nederland 30% hoogbegaafd of uitzonderlijk begaafd is. Volgens haar vraagt het leerproces van hoogbegaafde studenten om een andere aanpak dan die voor studenten met een hogere intelligentie. Intelligent mens die zegt, oké, ik maak sommen en dan doe ik er nog 5 bij. En hoogbegaafd kind zegt, nou, ik heb toch al laten zien dat ik het kan, waarom moet ik het nou de hele tijd maar doen? Want volgens mij weet de juf eigenlijk ook niet zo goed hoe het werkt. Nou, en dan gaat er een bal rollen en dan ben je een eigenwijs kind. En dan krijg je een onvoldoende en dan zeg je, nou, weet je wat, dan maar lager schooladvies. En dan stroom je eigenlijk af naar een steeds lager niveau. En lager is ook niet het goede woord, want daarmee is het net of dat het dan niet oké is. Maar die student zit gewoon niet goed op zijn plek. En dan gaat hij ander gedrag laten zien. En dat is, zeker als je kijkt bij het mbo, is dat vaak negatief geïnterpreteerd gedrag dan dat het een positief gedrag is. Zo is de docent ook in gesprek met student Jules. Deze studenten worstelden met overprikkeling, wat haar concentratie bemoeilijkte. Eerder kreeg Jules al de diagnose ADHD. En nu gaat zij samen met de docent in gesprek over ook sprake kan zijn van hoogbegaafdheid. Ik zat wel te denken van, misschien speelt dat ook wel mee. Dat ik dacht van, dat is eigenlijk iets waar ik nooit aan had gedacht of zo. Het hoogbegaafdheid of zo. Dat ik dacht, dat is echt iets voor slimme mensen met een hoog IQ en zo. Mensen die op gymnasium zitten. Ik ben gewoon niet het stereotype, laat maar zeggen. Dus het was wel een beetje raar voor mij dat ik dacht van, wat is dit? Ja. En behalve dit stereotype kan het volgens Alize ook samenhangen met de thuissituatie waarin ze zijn opgegroeid. Over het algemeen hebben ze een thuissituatie waarbij ouders ook niet hoog opgeleid zijn. Die zeggen ook van, als school zegt dat je het niet kan, dan zal dat wel zo zijn. Die accepteren dat meer, terwijl dat studenten die meer uit het zeven vinkjes gezin komen, dat zijn ouders, die gaan ervoor liggen, we doen van alles. En dat zijn ook studenten die zie je vaak dan wel naar het hbo of de universiteit gaan. Daarnaast richt de docent zich ook op studenten van opleiding onderwijsassistent. En vindt het belangrijk hem bewust te maken van hoogbegaafdheid bij kinderen. Een voorbeeld hiervan is Bram, die als onderwijsassistent op een basisschool werkt. En dankzij Alize beter in staat is hoogbegaafde leerlingen te herkennen en begeleiden. Nou, ik denk voor de kinderen is het vooral fijn dat ze weten wat ze hebben. Dat het oké is denk ik vooral het belangrijkste. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste, ja. Acht parkwoningen, 12 dijkwoningen, 5 bungalows en 8 appartementen. Dat is wat Lens Buiten-Oost zal bieden. Tenminste, als het af is. Voor nu is de aannemer nog druk bezig met de bouw van de nieuwbouwwijk aan de Waal. Omdat de bouw al in volle gang is, wordt het feestelijk gevierd met de nieuwe bewoners en een glaasje champagne. Lens Buiten-Oost is het nieuwe woonbouwproject aan de rand van Lent. Met het nieuwe bouwproject wordt het dorp een beetje meer uitgebreid naar de dijk.
De bouw hiervoor is al in volle gang en daarvoor was er een feestelijke bijeenkomst voor de nieuwe bewoners en de projectontwikkelaars. We gaan feestelijk de start van de bouw vieren. We hebben daar iemand voor uitgenodigd die dat dadelijk voor ons gaat doen op een feestelijke manier. Daarbij hebben we alle kopers van het project uitgenodigd, zodat ze met ons eigenlijk de start kunnen vieren. Maar zoals je achter me ziet, ze zijn al volop bezig met de bouw. Maar we wachten altijd even met deze viering dat er echt ook iets te zien is. En dat is vandaag. Dit wordt een nieuwe wijk in de Waalsprong. Het heet Lensbuiten Oost met 33 woningen. Ja, we hebben eigenlijk gekozen voor een ontwerp wat ook past bij een groene omgeving. Je zit hier natuurlijk vlakbij bij de rivier. Dus eigenlijk passend binnen het landschap. Het hele landschap is ook zo ontworpen. De woningen zijn deels met houten gevels allemaal. Eigenlijk past alles bij de omgeving. Nou, ik vind Lensbuiten Oost een mooie ontwikkeling. Het zijn toch weer een aantal huizen die we toevoegen aan de Waalsprong. Want heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Ja, en deze liggen ook heel erg prachtig aan de dijk, vlakbij het water en vlakbij de natuur. Omdat de nieuwbouwwijk zich aan de rand van de Waal bevindt, is het erg belangrijk dat het bouwplan ook rekening houdt met duurzaamheid en zich aanpast aan de natuur die zich daar bevindt. Nou, wat we bijvoorbeeld in de Waalsprong erg belangrijk vinden aan nieuwbouwwoningen, is dat ze natuurinclusief zijn. En dat betekent dat ook de dieren die hier wonen, dat die ook goed inpassen in die gebiedsontwikkeling. De woningen zijn allemaal energie-neutraal, dus gebouwgebonden energie-neutraal. Energielabel A, 3+ is dat. Dus eigenlijk met name op die manier dragen ze bij. Lensbuiten Oost draagt op deze manier niet alleen bij aan een klimaatvriendelijke toekomst, maar draagt ook een steentje bij aan het woningentekort in de gemeente Nijmegen. Toch zal dit zeker niet het laatste nieuwbouwproject zijn. Dat gaat ook nog gebeuren in de Waalsprong. Er komen nog 5000 woningen bij. Dus we zijn nog niet klaar, maar het einde is in zicht. Maar gelukkig hebben we ook op andere plekken in Nijmegen locaties waar gebouwd kan worden. Rondom het station bijvoorbeeld en de winkelsteeg. En zo hopen we dat woningtekort de komende jaren toch echt wel drastisch kleiner te maken. Maar over de hele stad willen we wel een evenwichtige verdeling van die betaalbaarheid. Zodat iedereen een woning kan vinden die past bij je portemonnee. Van hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. De provincie Gelderland heeft besloten juridische stappen te ondernemen tegen plannen voor de bouw van windmolens net over de Duitse grens. Volgens de provincie wordt er te weinig rekening gehouden met Nederlandse belangen. Zoals de natuur, de gezondheid van omwonenden en de waardedaling van woningen. De voorgestelde windmolens, die met een hoogte van 270 meter vergelijkbaar zijn met de Eiffeltoren, zorgen al langer voor zorgen onder de grensbewoners. Ook inwoners van Bergendal verzetten zich fel tegen de plannen en hebben eerder juridische hulp ingeschakeld. Zij vinden dat Duitsland onvoldoende rekening houdt met de impact aan Nederlandse zijde. Zowel de provincie als omwonenden hopen dat Duitsland tot inkeer komt. Dag na dag, kamerverhuursites en Facebookgroepen afstruinen in de hoop een kamer te vinden die net iets te klein is voor het bedrag wat je ervoor neerlegt. Alles zolang je maar niet bij het eerste daglicht in de overvolle Intercity hoeft te zitten. Veel studenten kennen dat scenario en daar wil Nijmegen iets aan doen. De gemeente wil het onder meer mogelijk maken voor ouders om een woning voor hun studerende kind te kopen, zodat ze daar met andere studenten kunnen wonen. Het college wil daarvoor een uitzondering maken op de regel tegen het opkopen van gebouwen. Ook wil de stad de voorwaarden voor kamerverhuur versoepelen in geschikte wijken en vergunningen simpeler maken. De nieuwe voorstellen worden volgend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dagelijkse beweging en sociale interactie is erg belangrijk voor kinderen. Ze zitten vaak al veel achter hun bureau op school en thuis zitten ze ook wel veel te gamen. Bij de Sport-BSO in Elst vinden ze het erg belangrijk dat kinderen genoeg beweging, frisse lucht en sociale interactie krijgen. Op deze BSO wordt dus volop gespeeld, gesport en geknutseld. De kinderen zelf vinden het ook een leuke manier van de buitenschoolse opvang en zijn razend enthousiast. Op deze sportieve BSO wordt de hele dag gesport en gespeeld. Kinderen en begeleiders vermaken zichzelf in de buitenlucht met activiteiten waarbij ze goed in beweging komen.
Dit maakt deze BSO zo uniek. We zijn hier nu op de voetbal-BSO, op de sportieve BSO. Vroeger heten we de voetbal-BSO omdat we juist altijd aan het voetballen waren. En we doen nou zoveel meer dingen dan alleen voetbal. Dus heel veel bewegen, vooral buiten. En daarom zijn we denk ik zo uniek om iedereen, zoals je ook hier op de achtergrond ziet, iedereen is aan het voetballen en aan het sporten. We weten allemaal wel dat bewegen gezond en belangrijk is. Kinderen zitten vaak uren achter hun bureau, op school of thuis. Juist daarom wordt er hier meer aandacht besteed aan de beweging van de kinderen. Ook is het samen spelen en sporten goed voor hun sociale ontwikkelingen. Sowieso, bewegen is gezond en op de kinderen op school moeten ook al heel veel stilzitten en huiswerk maken en leren. En thuis zitten ze heel veel op de iPad en op de computer. En daarom gewoon lekker hier sporten en bewegen. Samen sporten en spelen staat centraal bij de sportieve BSO. Kinderen leren hier samenwerken met elkaar en de begeleiders. Ja, zeker. Het is heel veel te samen spelen en samen delen. Er lopen ongeveer 60 kinderen per dag rond. En gewoon heel veel samen en samen spelen, delen en niet op de iPad of op de computer. Ook ouders reageren positief op de sportieve BSO. Zo geven ze aan dat hun kinderen nu uit zichzelf naar de BSO toe willen en het niet meer voelt als een verplichting. Zelfs in de schoolvakanties willen de kinderen graag blijven sporten op de BSO. Heel erg positief. We horen vaak van ze hoeven niet meer verplicht naar de BSO, maar ze willen juist naar de BSO. Dus ik denk dat dat het grootste compliment is voor ons. Ook in de vakanties. We doen heel erg veel leuke dingen. En dan mogen ze zelfs thuis blijven en dan zeggen ze, ja, maar ik wil toch naar de BSO omdat ze gewoon zoveel leuke dingen doen. Dan zijn we alleen maar trots op dat we dat mogen horen. Iedereen uit de regio Elst en Nijmegen-Noord is welkom op de sportieve BSO. Eigenlijk voor alle kinderen op de basisschool, dus 4 tot en met 11, 12 jaar. En vooral regio Elst. We komen ook in Nijmegen-Noord, Oosterhout. Dus eigenlijk voor deze regio. Ook de kinderen zelf geven aan het leuk te vinden om sportief met elkaar bezig te zijn. De begeleiders spelen hierin ook een grote rol. En leukste aan deze BSO is, vind ik, de sporten en de leiders. Die maakt het extra leuk. En wat doet de begeleiding dan dat het daardoor ook zo leuk is? Ja, die doen dan allemaal leuke opdrachten. Bijvoorbeeld en de sporten, bijvoorbeeld hockey, knotshockey, volleybal en voetbal dan. Na nog een licht wisselvallige dag gaan we de komende dagen een beter weerbeeld tegemoet. De temperaturen gaan weer wat omlaag, maar daartegenover staan veel zonuren en geen regen. Vannacht zakt het wik rond het vriespunt. De vrijdag kan vervolgens lokaal wat grijs van start gaan. Maar al snel komt de zon erdoor en wordt het een mooie najaarsdag. Het wordt maximaal 6 graden. Ook het weekend verloopt voornamelijk zonnig. Het kwik blijft rond de 6 à 7 graden steken en in de nachten zakt dat terug tot rond of net boven het vriespunt. Geniet ervan, want vanaf de nieuwe week wordt het weer wisselvalliger. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 28 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube-kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!